Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie leren hoe je een lekkere groentebouillon maakt. De ingrediënten. Wat hebben we nodig? Look, korianderbollen, ui, bleekselder, prei, wortel, laurier, knolselder, champignon Paris, tijm en rozemarijn. Wat gaan we nu eerst doen, is eigenlijk onze groentjes snijden en wassen. Dus we beginnen met de selder. We gaan eigenlijk de groentjes mooi fijn snijden. De prei gaan we ook fijn gaan snijden. Worteltjes afsnijden. Worteltjes gaan we eerst mooi met de hand zo afspoelen. Knolselder. Dan gaan we de knolselder gaan snijden. We gaan eerst dus eigenlijk het schilder gaan afhalen met een mes. Het makkelijkst van al. Nu nemen we de snelkookpot. Gaan we het niet laten liggen in water. Waarom? Omdat ze dan ook de smaak van het water gaan opnemen. En dat wil ik niet. Knolselder. Dus de knolselder die snijden we min door. De champignons die gaan we ook snijden. Hey. Neem de rozemarijn, ook mooi losritsen. De olier, de korianderbolletjes. Ook een lekkere spicy en specerijachtige smaak geven aan de bouillon. Wat peper erop, zout. En dan dat onderzetten met water. En nu gaan we de bouillon 10 minuutjes laten doorkoken onder de pers. Ziezo, de groentebouillon is nu aan de kook. Die gaan we nu 10 minuutjes zachtjes laten koken onder druk. En dan gaat hij eigenlijk perfect klaar. Nu gaan we de bouillon mooi passeren door een sieve. De groentebouillon is een basis in mijn keuken. Die ik heel veel gebruik voor vegetarische gerechtjes. Maar dat ziet u in een volgende aflevering van First Class. Dank u wel. Smakelijk. Tot de volgende keer.